allemaal, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je geboortekaartje kunt traceren. Ik heb de vraag al heel vaak gekregen en ik heb eigenlijk altijd gewacht met een video maken, omdat het heel complex is om te doen. De ene geboortekaartje is het andere geboortekaartje niet. En het is vrij complex het proces om te traceren. Er komt veel bij kijken en de ene keer lukt het gewoon beter dan de andere keer, afhankelijk van het kaartje. En ik kreeg dus de vraag om dit geboortekaartje wat je in het scherm ziet staan te traceren, zodat deze op een stoeltje gedrukt kon gaan worden, zo'n IKEA-stoeltje bijvoorbeeld, met vinyl. En ik had de kans om deze dame aan te spreken en te vragen om het kaartje te traceren. Want het allerbelangrijkste van het traceren van een geboortekaartje is dat je het design zo groot mogelijk gaat scannen. En ik heb deze dame gevraagd om het geboortekaartje niet in de scan en cut te stoppen en hem daarin te scannen. Of een internet te gaan zoeken naar het plaatje. Nee, als je het originele geboortekaartje hebt, ga dan naar een computer of een printer met een scanner eraan. En scan het plaatje in met een ouderwetse scanner. Gewoon zo eentje met een plaat waar je de afbeelding op kan leggen en traceer hem dan, of scan hem dan, sorry, in de grootst mogelijke instellingen met de hoogste resolutie. Hoe scherper de scan is, hoe beter je hem kunt gaan traceren namelijk. Want zoals je ziet, deze staat dan vol op mijn scherm, is deze scan behoorlijk scherp. Ik zie zelfs de krakjes van het vouwen van de kaart. Ik heb even een vierkant hier over het adres van de ouders heen gezet, want het gaat voornamelijk om het girafje en de naam. Wat ze wilden inderdaad was dus het girafje getraceerd hebben en de naam. En op de binnenkant van de kaart, die ik niet laat zien, maar staan ook de gegevens van de baby. En ook die wil ze erbij gaan plakken. Voordat we dit gaan traceren wil ik even wat vertellen. Nou, ik heb al verteld inderdaad dat de resolutie zo hoog mogelijk is. Dus als ik inzoom op het girafje, dan heb ik echt wel best scherp resultaat. Het is echt groot. Ik kan goed alle details terughalen eruit. Het tweede wat ik jullie nog wilde zeggen is de tekst die erbij staat. Probeer niet de teksten te traceren, maar ga op zoek naar het bijhorende lettertype. Het is ook een vraag die mij vaak wordt gesteld. Hoe weet ik nou welk lettertype dit is? Er zijn wat wegen om het te achterhalen. Soms is het onmogelijk. Als het echt een lettertype is die of echt alleen maar betaald te vinden is, of als je niet wil betalen, gewoon niet te vinden is. Want ja, soms zijn het gewoon geen lettertypes die bestaan, maar zijn het echt zelfgetekende letters. In dat geval inderdaad zul je hem wel moeten traceren. Maar ik ga op zoek samen met jullie naar dit lettertype van de naam, zodat we de tekst van de baby en de gewicht en andere informatie van de baby er gewoon bij kunnen gaan zetten, zonder dat we daarover na hoeven te denken hoe je dat moet traceren. Scheelt een hoop tijd, geeft gewoon een mooier resultaat en kun je eventueel natuurlijk andere teksten er nog bij zetten, zodat je weet, ja, zodat je persoonlijk iets ervan kan maken. Dus dit is hetgene wat we moeten hebben voor het kaartje te gaan traceren. Een goede afbeelding en we gaan op zoek naar het lettertype wat erbij hoort. Dus laten we daar ook maar als eerste mee beginnen en dat is het lettertype opzoeken. Ik heb mijn browser hier al openstaan op de achtergrond en ik ben naar de website gegaan myfonts.com/whatthefont. Deze pagina, What the Font, dat kun je ook vinden als je gewoon zoekt op Google op What the Font, is een pagina waarmee je afbeelding kunt traceren. En dan gaat hij voor jou bedenken welke lettertype bij zit. Dus ik kan hem hier, kan ik hier uploaden en vervolgens gaat hij de afbeelding traceren. Dus als ik hier klik en ik ga naar mijn bureaublad waar het kaartje staat en ik druk op openen, dan gaat hij dit kaartje even bekijken wat hij vindt aan letters. En vervolgens geeft hij de mogelijkheid om te kijken van welke letters het zijn. Dit duurt even omdat deze afbeelding heel groot is en mijn internet niet het allersnelste is. Dus even geduld. Hij heeft dus tekst gevonden. Hij heeft hier de tekst gevonden van het kaartje. Maar eigenlijk willen we deze tekst hebben. Dus ik selecteer het blokje waar de tekst staat en ik zorg dat het geselecteerd blokje er overheen staat. En klik dan op de pijl om te gaan identificeren van het lettertype. Dan is hij even bezig om te gaan kijken of hij dit lettertype herkent in zijn database. En dan komt hij met deze resultaten terug.
Dit zijn allemaal lettertypes die hij vindt dat er in de buurt komt. En zoals je ziet heeft hij meteen ook het voorbeeld zoals hij heeft herkend. En daarbij zien we eigenlijk dat deze font het meeste bij in de buurt komt. Hij is niet helemaal hetzelfde. Nou, moet ik deze gaan betalen of zijn er nog andere wegen naar Rome? Wat ik doe is ik kies even deze lettertype of ik selecteer deze tekst van het lettertype, dus de naam. En ik ga naar Google toe. En bij Google typ ik het lettertype in of plak ik de tekst en ik typ daarachter free. Want we zoeken eigenlijk natuurlijk het lettertype gratis. En dan kom ik mijn welbekende site tegen, die heet Davont. Op Davont staan er heel veel lettertypes die we kunnen gebruiken. En dan kom ik hier het lettertype tegen zoals we hem ook op deze site zagen. Nou, wat ik ga doen is ik kan hier bovenin nog even de naam typen, zodat ik kan vergelijken of het precies dezelfde is. Het is niet helemaal hetzelfde lettertype, maar komt er dicht genoeg bij. En wat ik nog kan doen is eventueel een fine-tunen. Kijken of ik kan zoeken of er iets beter bij in de buurt komt. Ik denk misschien zelfs dat ik weet waarom hij zo afwijkend is. Ik denk dat ze dit hebben gedaan. Ze hebben allemaal hoofdletters gebruikt, denk ik. Oh nee, dat niet. Het zijn wel echt kleine letters. De enige wat ik aan opmerking heb over het... Oeh, dat was het verkeerde. Dat is het verkeerde naam. Het enige wat ik aan commentaar heb op het lettertype is dat die U met een haakje eronder is. Er zit hier een klein haakje onder. En de rest, zoals je hier ook ziet, lijkt hij heel veel erop. Maar er zit hier een klein haakje onder. Dus ik denk dat we dit stukje even af moeten gaan knippen om bij de naam. En van de rest van de letters komt het zo dichtbij dat het in ieder geval voldoende is. Wat we ook kunnen doen is kijken of we deze hoofdletter kunnen gebruiken. Want dit is wel de correcte letter. En die iets kleiner maken, dan komen we er ook wel. De rest van de letters komen erbij in de buurt en voldoen aan eigenlijk de wensen die ik wil hebben. Dus ik kies hiervoor downloaden. En dat is het hoor. Het komt natuurlijk niet op de 100% uit. Als het maar goed genoeg in de buurt komt dat mensen het verschil bijna niet zien, dan komt het helemaal goed. Ik klik de lettertypes aan, kies op installeren. Dit is de dichtgedrukte lettertype. Ik sluit deze. Ga naar de volgende. Druk op installeren. En ik heb er nog één. Dit is interessant. Dit is een holle lettertype. Als je dat zou snijden, zou dit ook een holte worden. Maar goed, ik heb ze in ieder geval alle drie geïnstalleerd. Alle drie de types die we hebben. Dus ik kan deze sluiten. Nou had ik Inkscape al geopend. Dus hij zal niet herkennen dat ik deze heb geïnstalleerd. Maar halverwege ergens zal ik de PC wel eventjes opnieuw opstarten. Want waarschijnlijk herkent mijn PC hem pas als ik hem opnieuw opstart. Ik ga naar Inkscape en we kunnen de girafje gaan traceren. En we starten de voice-over. Ik ga het afbeelding ophalen via bestand openen. En op mijn bureaublad staat de foto zoals wij hem hebben staan. Ik druk op OK. Inkscape springt altijd naar klein. Je kan hem gewoon weer groter drukken en dan kun je gewoon verder gaan. Dat doet Inkscape altijd. Dit is de foto of de kaart zoals ik hem heb gekregen. Ik heb dus, zoals ik al zei, een wit blok over het adres van de ouders heen geplaatst. En we gaan samen dus het girafje en de naam traceren. Ik heb een voice-over gedaan omdat ik te veel informatie weglaat. Dus vandaar dat we... een iets andere manier te werk gaan als dat je gewend bent. Samen gaan we wat mogelijkheden traceren. Ik selecteer als eerste de kaart zo meteen om te kunnen gaan traceren. En ik ga naar paden bitmap overtrekken. En dan kunnen we het kaartje gaan overtrekken. Bij het traceren hou ik rekening mee dat ik verschillende manieren van traceren moet gaan doen. Ik heb hier allereerst gewoon de zwarte uitleiding staan. Dat is de grenswaarde. Traceren. Hiermee kan ik spelen om de instellingen te krijgen. En ik ben zelf al aan het spelen geweest met deze instellingen buiten deze video om. En ik weet dat Mastermind normaal gesproken dat niet doen. Maar ik moest dit wel even uitproberen, want anders werd deze video gewoon ontzettend lang. Allereerst gaan wij dus gebruik maken van de kleurtracering die ik hier ook aanwijs. En let op bij de kleurtracering dat de kleurenaantallen zo laag mogelijk zijn, zodat hij het mooiste eruit ziet. Ik kan van die hoeveelheid ook meer maken. Ik kan daar bijvoorbeeld, zoals ik zo meteen zal doen, er 100 van maken. Maar op het moment dat ik er 100 van maak en ik zou op oké drukken,
Kijk, zoals je nu ziet, als ik op oké druk, dan wachten we eventjes en dan ziet het plaatje er echt super strak uit, zoals je ziet. Maar als ik nu op oké zou drukken, dan slaat je instrip gegarandeerd vast. Dus doe dat niet en hou die kleurenaantallen zo laag als dat het kan. En in dit geval zet ik hem terug naar 8 en vergelijk ik eventjes de instellingen van 8 en 7 en 6 vergeleken met 8 9 en 10. Ik zit dus een beetje te spelen met die hoeveelheid wanneer ik nog alles zie. Dus alle opties die je hier aanwijs, dat die nog duidelijk zichtbaar zijn en dat nog alles in beeld zit zoals ik het wil. Als ik hem iets lager zet, dan verdwijnen er wat dingetjes en dan heb ik hem, ja, ben ik niet helemaal tevreden. Dat de achtergrondkleur geel is, maakt op zich niet zoveel uit. Maar ik moet wel alles zien wat we in het origineel ook zien. En persoonlijk vond ik dus, volgens mij, dat ik hem nu ook weer omhoog zet naar 8. Volgens mij vond ik 8 het beste in dit geval. En gebruiken we deze keer de kleurtracering om het eerste stap te doen. Later, een stukje verderop in de video, zie je ook dat we gaan switchen naar andere soort traceringen. En uiteindelijk kan het zijn dat ik, ja, meerdere wegen naar Rome ga gebruiken om het kaartje te traceren. Omdat er gewoon sommige dingen niet in de kleurtracering goed eruit zijn te halen. Dus ik ben hier nog steeds aan het spelen met de instelling. Ik heb hem nu weer teruggezet naar 8. En ja, ik ben eigenlijk wel tevreden over hoe die op 8 staat. Ik zet hem nu nog even hoger naar 10. Kijken of ik meer of minder zie. De achtergrond wordt wel wat beter nu, maar ja, qua girafje zit er niet zo heel veel verschil in. Dus ik denk dat ik hem inderdaad weer terugzet naar 8. En dan springt hij weer van kleur, dan wordt de achtergrond weer wat witter. Ja, en dan zie ik dat alles erin zit, eigenlijk wat ik nodig heb om goed te kunnen traceren. Dus ik zal ook deze instelling gebruiken om verder te gaan. Dan druk ik hier vervolgens op OK. Dan gebeurt er helemaal niks, maar dan sluit ik dit schermpje. En wat hij op de achtergrond heeft gedaan, is de tracering op mijn mat geplaatst. Daar is hij nog heel even mee bezig, want het is best een zware afbeelding. Nou, hij heeft hem op mijn mat geplaatst en vervolgens kan ik ze naast elkaar gaan zetten. Zodat je ziet dat je het origineel nog hebt en het getraceerde afbeelding. Bij een babykaartje adviseer ik je om de originele afbeelding niet weg te gooien, maar even aan de kant te zetten. En ook niet te resizen, want mochten we zo meteen willen, kunnen we namelijk nog een keertje het origineel resizen. En we gaan dus nu als allereerste de bruine kleur traceren. Ik pak het emmertje en ik zoom in op zijn pootje. Dat is de eerste die we gaan doen en ik kies een kleurtje wat een beetje afwijkend is van de kleur die we vullen, zodat we goed zien wat we vullen. En die gele stipjes, die vult hij niet. Dus dat is ook prima, want die gaan we zo meteen ook nog verwijderen, zodat we die niet in de tracering of in de vulkleur hebben. De gele stipjes komen namelijk straks over de bruine stipjes heen te liggen, dus die moeten we apart gaan tekenen. Nou, ik vul alle vlakjes met het bruin, zodat deze allemaal gevuld zijn. En wat hier gebeurt is dat hij het vlak in één keer vult, zodat er in één keer een heel stuk bij zit. Wat we het liefst niet willen hebben. Dus hij loopt hier helemaal omhoog naar beneden en hij loopt zo door naar het andere vlak. Nou, dat wil je niet. Soms helpt het om het vlak dan te vullen als je iets uitgezoomd bent. En ik vul het vlak opnieuw. En dan zie je inderdaad dat hij dat niet doet. Dat hij niet helemaal omhoog gaat en naar beneden. Dat hij alleen dat stuk hebt gevuld. Ik ga nog iets verder uitzoomen, want het was nog wat beter om verder uit te zoomen. En als we dan inzoomen, dan zien we dat het netjes het juiste vlak is. Er zit hier nog een klein stukje wat wel doorloopt naar links. Maar dat kunnen we later wel oplossen. Dus ik ga de rest van de vlakken ook vullen. En dit is een manier waarop je aan de slag kan gaan met deze meerkleurige tracering. Je kunt er namelijk voor kiezen om alle kleurtjes op deze manier te vullen. Straks zie je andere methodes waarop je dit ook kunt doen. Dit is één weg naar Rome, zeg maar, die we bewandelen. En op zich werkt het wel. Het is alleen, ja, je hebt misschien wat details, veel of te weinig. En dit is wel de snelste manier. Dus als je het snel wil doen, het traceren, is dit wel de weg om te traceren. Nou, dit ziet er goed uit. Dus ik heb deze vlakken gevuld. En we gaan vervolgens ook nog even zijn snuitje vullen. En de oortjes. En in het snuitje zien we hier een zwarte stip. En daar gaan we zo eventjes naar kijken wat dat is. Eerst zijn rechteroortje en zijn linkeroortje.
En vervolgens gaan we eens even kijken wat dat stipje is wat we in zijn neus zagen. Want in de origineel zit daar ook een stipje. Maar de vraag is, wat voor soort stipje is dat? Ik heb hier het origineel en ik zoom hier dus vervolgens even in op dat origineel. En dan zie je daar dat zwarte stipje. En de vraag is, wat is dat zwarte stipje? Is dat iets wat op de kaart zit, wat echt in design zit? Of is dat een vuiltje op de lens van de scanner? En ik denk dat het een vuiltje is op de lens van de scanner, omdat het ook iets donkerder is als de kaart zelf. Dus ik besluit het om het te verwijderen. En wat ik dan doe, is ik zoom in op het stukje wat we net hebben gevuld. En ik zorg vervolgens dat we met de punttool het gaan verwijderen. Dus ik neem in de linker navigatie de punttool. Die ja. En vervolgens selecteer ik die punten die hier staan. En door een vierkantje omheen te trekken kun je op delete drukken. Normaal gesproken, als je dit niet zou laten staan, zou die hier een gaatje hebben gesneden. En dat willen we niet, dus we willen dat gaatje weg hebben. En nu snijdt hij dus alleen de smile en de twee neusgaten eruit. Nou, datzelfde hebben we natuurlijk ook voor de voetjes. Dat hebben we niet hier in de oortjes en niet in de buik, maar hier in de Oh ja, ik had hier nog een streepje inderdaad. Ik zie dat ik er nu naartoe zoom. Ik had hier nog een streepje wat een beetje ver uitsteekt. En ook hier met de punttool ga ik gewoon die stukjes ja, verwijderen. De punten die ik niet nodig heb, selecteer ik. En druk ik op delete om ze vervolgens weg te gooien. Zo ja. En vervolgens met die bolletjes kan ik het design zeg maar iets aanpassen, zodat die wat strakker komt te staan. En hiermee maak je je files, je snijfvuil super strak. Die punttool is echt de key om vervolgens mee te gaan werken. Door die punten gewoon netjes te zetten, krijg je gewoon het mooiste resultaat. En wat ik hier nog even aan het prutsen ben, is met die punt die daar staat. Die punt namelijk toont nu echt een scherpe hoek. En dat vond ik niet zo heel mooi. Dus ik wil eigenlijk dat die hoek iets bol komt te staan. En ik verslip hem zo meteen nog een keertje. En dan zet ik hem per ongeluk ietsje te ver. Hoepsie. Dan zet ik hem een klein stukje weer terug. Dat is het, hè. Het is gewoon spelen met totdat je happy bent hoe het eruit ziet. Ik ben tevreden hoe dit stukje er nu uitziet. Ziet er gewoon een heel stuk beter uit. En ik zoom even verder uit nog. En wat we net hebben gedaan in de neus, moeten we natuurlijk ook doen hier in de voetjes. Die gele stipjes willen we niet uit het bruin hebben, maar willen we bovenop het bruin hebben. Dus deze stipjes ga ik één voor één selecteren en de punten verwijderen. Zowel voor allebei de voetjes als de linker en de rechtervoetje moeten we dat gaan doen. Ik zet hem even iets sneller, het videootje. Dus wat ik doe is, ik selecteer die puntjes en ik ga ze verwijderen. Zo. Zodat ze dus niet meer uit het bruin gesneden worden. En dit doe ik door inderdaad steeds vierkantjes eromheen te trekken en op de delete-toets op mijn toetsenbord te drukken. Dat is één voetje klaar. Je merkt dat mijn computer echt moeite heeft met het heen en weer zoomen. En vervolgens gaan we het tweede voetje doen. Dus nogmaals, inderdaad, is waar we voorkomen is dat hij deze vierkantje of vierkantjes stipjes uit het bruin gaan snijden. Want we willen ze wel snijden, maar we willen ze niet uit het bruin snijden. We willen ze soms in een ander kleurtje vinyl gaan snijden en eroverheen gaan plakken als een ander laagje. Dus vandaar dat ik ze allemaal weghaal, zodat ik alleen het voetje overhaal en de naadjes van het voet, zeg maar, want dat zijn het uiteindelijk, moeten apart nog toegevoegd worden aan het design. Dus ik ben hier lekker bezig om alle puntjes weg te halen. Zo, en die, en die, en die. Dat is het derde voetje. En dan heb ik er nog eentje helemaal aan de rechterkant staan. Ook daar moeten ze natuurlijk verwijderd worden, zodat het één geheel wordt.
En zo meteen gaan we de stipjes terugplaatsen en dan ga ik één stipje maken en dan maak ik ze allemaal identiek. Want bij het traceren zie je ook dat er een paar stipjes zijn verdwenen of heel klein zijn geworden. En deze willen we natuurlijk niet zo klein hebben, dus daar willen we natuurlijk wel een mooie grote stip van maken. Het moet ook niet te klein worden inderdaad, want anders ja, is het gewoon niet te snijden ook. Dus vandaar dat dit soort kleine stipjes zoals deze en die, ja, die zijn gewoon zo klein, die wil je niet gaan snijden. Dus die moet weg. Hij heeft er geen zin in. Zo ja, die ook. En deze ook. Soms is het makkelijker om ze één voor één op te pakken als hij er geen zin in heeft. Er zit er nog eentje in. Daar ja, die had ik overigens gezien. Ik heb alle puntjes verwijderd. Dus wat we nu kunnen gaan doen is alles groeperen. Ik selecteer alle onderdelen die ik heb gevuld. Met de shift-toets ingedrukt. En ik klik rechtermuisknop en kies voor groeperen. Vervolgens zet ik het even aan de kant. Ik gebruik zelfs het pipetje om dezelfde kleur te pakken als de kaart. En toen ik opnieuw inzoomde hier, zag ik dus dat het er nog een klein stukje waren vergeten. Dus ik ga twee stappen terug in de tijd met de Ctrl-Z. En wat ik ook doe is dat stukje even toevoegen aan de groep. Ik maak opnieuw het kleurtje bruin en ik verplaats hem even. En bij het verplaatsen zag ik dat zijn oortje toch ook nog een klein uitstikseltje had staan. Dus ook die gooi ik eventjes weg en maak ik die even netjes, zodat hij er weer netjes uitziet. En vervolgens kunnen we de giraf verder gaan vullen. Ik wil hier op dit moment het geel gaan vullen, dus ik ga naar het emmertje toe. Klik een iets andere geel aan en begin met vullen van alle onderdelen die ik geel moet hebben. En dan komen we uiteindelijk bij zijn buikje uit. En bij zijn buikje besef ik hier eigenlijk dat het vullen niet echt heel erg makkelijk is. Namelijk door die blauwe ster die hier op zijn buik staat, kan ik hem wel gaan vullen, maar dat gaat er niet mooi uitzien. Plus ik moet zoveel weghalen dat werkt niet. Dus wat ik hier besluit is opnieuw een tracering uit te voeren, maar dan alleen de buitenlijnen van de giraf. We moeten namelijk sowieso een silhouet van de giraf hebben. Dus nou ja, dan heb ik twee vliegen waarschijnlijk in één klap. Dus wat ik ga doen is ik selecteer de kaart opnieuw. Ik maak even het vullen wat ik heb gedaan ongedaan door twee keer of drie keer op Ctrl-Z te drukken. Ik selecteer de kaart en ga opnieuw naar paden bitmap overtrekken. Let op, ik selecteer de originele kaart. En vervolgens ga ik met de instellingen van de grenswaarde tracering spelen totdat ik happy ben. En dat ik van deze kaart alleen de buitenlijn zie. Hetgene wat er naast en links en rechts, sorry, wat er links en rechts naast staat, maakt niet zoveel uit. Belangrijkste is in ieder geval is dat de lijnen van het girafje zelf goed duidelijk zijn, want daar willen we uiteindelijk het geel mee gaan vullen. En de geel is ook de achtergrondkleur van het girafje, dus dat we daar een heel groot stuk van gaan vullen is helemaal niet erg. Ik plaats hem even erboven en ik puzzel hem er even op om te kijken of het goed is. Vervolgens ga ik met de punttool even alles wat er omheen zit weghalen, zodat we geen overbodige ballast hebben. Dus ik pak de punttool weer en ik selecteer al die puntjes die erin zitten. En wat we zo meteen gaan doen is het gele vlakken opnieuw vullen, alleen dan in deze tracering. Wat we dan hebben is meteen een goed oppervlakte, want geel ligt weer achter het bruin. Dus in dit geval ga je straks in het girafje eerst het girafje persen met de bruine kleur, want de bruine of zwarte kleur is de silhouet van het girafje, dat zie je zo meteen ook. Daarna gaan we het geel persen of plaatsen, of het vinyl plaatsen. En vervolgens het bruin eroverheen. Dus het is helemaal niet erg dat hier dat we nu meer geel krijgen. Dat wordt uiteindelijk zelfs mooier. Zo, ik heb alle puntjes verwijderd die ik eruit wil hebben. En vervolgens kunnen we opnieuw doen. We gaan naar het emmertje in de linker navigatie. Ik selecteer de kleur geel met mijn pipetje. Oh, ik puzzel hier nog heel even trouwens de bruine kleur in het girafje om te kijken of de maatvoering wel helemaal klopte. En ik was tevreden, dus die zetten we weer eventjes aan de kant. Zo ja, die moet aan de kant, niet te zwart natuurlijk. En vervolgens ga ik naar mijn linker navigatie, pak mijn pipetje, pak het geel
En vervolgens het emmertje en ga ik de stukken opnieuw vullen, alleen dan in deze. Nu hebben we dus een leeg buikje die we in één keer kunnen vullen en kunnen gaan gebruiken. Het linkerstukje hoeft niet geel te zijn, dus die doe ik nog eventjes weer weghalen, want ja, dat is helemaal bruin. Dus dat is een beetje overbodig. En vervolgens selecteer ik weer alle objecten door de Shift-toets ingedrukt te houden. De objecten te selecteren, rechtermuisknop en te kiezen voor groeperen. En dan heb ik het geel gevuld staan. Ik kan meteen door naar het blauw van de horntjes, want ook die moeten gevuld worden. En als ik zo meteen weer terug inzoom, zie ik dat die niet heel mooi gevuld is, omdat de vlakken niet zo mooi zijn. Dus ik ga weer naar die punt toe en ik maak die vlakken waar dit blauw in moet komen wat netter door wat puntjes hier en daar weg te halen. En gewoon net wat strakker te laten ogen. Doe ik aan de andere kant ook eventjes nog. Daar zo vind ik allemaal van die kleine tietjes die uitsteken, die wil ik niet hebben. Dus ik wil een mooi egaal rondje hebben. En als ik dan tevreden ben met over hoe het eruit ziet, ga ik opnieuw naar mijn emmertje toe. Oh, ik zie hier ook een tietje wat weer hersteld moet worden. En ik vul ze vervolgens in. Dan heb ik mijn blauw ook klaar, dus die kunnen we ook groeperen. Dus dan hebben we het geel en het blauw bij elkaar. Ik kan vervolgens ook nog de neusgaatjes doen. En ik kan nog de voetjes ook gaan vullen. Maar allereerst zet ik het even allemaal aan de kant, zodat het allemaal netjes staat. Wat ik nog ga doen is hier meteen de oogjes ook vullen, want dat is ook het gedeelte wat we gewoon in deze tekening kunnen vullen. Ik heb een beetje creepy kleur gebruikt, maar in principe maakt dat niet uit. Dus wat we dan hebben is het geel, het bruin, het blauw en de oogjes rood. Ik zit een beetje te spelen. Wat we nog moeten doen zijn de voetjes en de neus. Want wat ik hier ga doen nu is de achtergrond een solide kleur achtergrond maken. Dat doe ik door de buitenrand te selecteren. Dus dit girafje te selecteren. En vervolgens ga ik naar paden opdelen, paden verenigen. We moeten nog die gele stipjes ook doen, maar eerst dit, paden opdelen, paden verenigen. En nou hebben we het silhouet van het girafje in één keer goed. En als we dan vervolgens deze er overheen puzzelen, dan zien we dat we bijna een complete giraf al klaar hebben. Wat we nog moeten doen zijn dus die gele stipjes. Hij mist nog de ster in zijn buikje en zijn naveltje, wat ook een sterretje is. Maar dit ziet er al echt uit als een girafje. Het lijkt echt op het design. En het is natuurlijk wel aan jou dus hoeveel detail je erin wil hebben. Dit was voor een verzoek voor iemand, dus we gaan voor het aller uiterste. En we gaan vervolgens inderdaad kijken of we hem nog beter kunnen traceren. We gaan ons nu focussen op de voetjes. Dus ik ga even weer inzoomen op die voetjes. En dan zien we dat die voetjes een soort streepje hebben. En wat ik dus dacht van ja, ik kan dit ding wel overtrekken wat ik hier probeer. Maar dat wordt toch niet zo mooi zoals ik het wil. Dat ziet er toch niet zo strak uit. Ik kan het nog op een andere manier proberen over te trekken. Maar ook hier heeft mijn PC een ander idee over hoe het moet worden. En toen bedacht ik me van nou weet je wat we ook gewoon eigenlijk wel kunnen doen. Want op deze manier ziet het niet echt zo mooi uit. Het valt op zich wel mee, maar ik zit een beetje te prutsen met hoe ik het er mooi uit vind zien. En dan op een gegeven moment bedenk ik me ja eigenlijk is dit gewoon een rechthoekig streepje. En wat ik dus ook doe is hier gewoon een vierkantje of een langwerpig vierkantje neerzetten. En bedenken van, ja, eigenlijk is dat precies wat ik zou moeten doen. Ik denk, ja, dat is eigenlijk best wel logisch. En toen bedacht ik me, eigenlijk zijn al die naden die je bij het girafje ziet, allemaal van die streepjes. Ook op zijn buikje en op zijn oortje zijn eigenlijk allemaal streepjes. En ik zat net al een beetje te kijken van hoe moet ik dan eigenlijk al die streepjes doen. Toen bedacht ik van ja, eigenlijk zijn dat gewoon ook die vierkantjes. Dus wat ik hier doe is een verkeerde vierkant pakken. Dus die moet je niet hebben. Je moet een platte vierkant hebben. En ik trek hier een rechthoekje overheen. En bedenk me van ja, dat is eigenlijk precies wat we nodig hebben. Dus ik dupliceer hem door te Ctrl-C, Ctrl-V te drukken. Ctrl-C is kopiëren, Ctrl-V is plakken.
En zo ben ik aan het plakken gegaan. Wat ik doe is, ik plaats ze meteen een beetje goed. En ik heb me, straks bedenk ik me dat ik ze allemaal achter elkaar ga plakken. Maar eigenlijk is het gewoon een kwestie van kopiëren, plakken, kopiëren, plakken. En waar nodig is, zoals deze, moet je hem een klein stukje draaien. Zodat hij mooi meegaat met, nou ja, in dit geval zijn buikje. En ik dacht, nou ja, eigenlijk is dat wel het beste. En hier plaats ik hem, maak ik hem nog even dezelfde kleur als de echte originele kleur. En ben ik eigenlijk best wel happy. En vervolgens gaan we dit dus 10 keer herhalen. Ik bedacht me hier dat het misschien makkelijker was om ze gewoon allemaal eerst te plakken. En dan vervolgens te gaan plaatsen. Hier halverwege bedacht ik me dat het misschien toch niet zo heel handig was. Want die moet ik zo ver draaien allemaal dat het niet heel handig is. Dus ik heb een paar naar rechts gegooid. Zodat ik die niet allemaal hoef te draaien. Maar ik kan natuurlijk ook gewoon die pakken op het moment dat die gedraaid is. En dan weer verder kopiëren. En zo ga ik alle één voor één de streepjes plaatsen in het design. Zodat ze allemaal, zodat ik tevreden ben zoals ze allemaal staan. En dit is even een hoop gedoe, maar dit is wel de mooiste manier om die streepjes te doen. Ik had het kunnen traceren. Ik had in de tracering kunnen vinden hoe ik dit zou moeten hebben gaan doen. Maar ik dacht, nou ja, weet je, dit is eigenlijk veel beter. Deze maak ik trouwens ook nog een stukje korter, omdat die op de lijn valt. Dus die maak ik ietsje smaller. Ja, nogmaals inderdaad, dus dit is wel het mooiste om te gaan doen. En ik doe dit dus over het hele design heen. Voor alle groen-blauwe streepjes die erin zitten. Ook voor de ster die op zijn buik zit, ga ik dat zo meteen doen. We gaan gewoon heel stomzinnig al die streepjes plaatsen. En als ik zo deze laatste streepjes ook heb gedraaid nog op de juiste plaats, is het volgende stukje wat ik nog even doe, is ze allemaal selecteren met de shift-toets en dan één voor één aanklikken. Zo, nu staan ze allemaal zoals ik wil. Ik selecteer ze allemaal, shift-toets ingedrukt houden, één voor één aanklikken. Vervolgens geef ik ze dezelfde kleur allemaal. En dan zie ik dat ik er een paar vergeten ben. Dus die gaan we ook nog even selecteren. Hetzelfde kleurtje maken, groeperen en ze zitten in mijn groepje. Nou, je voelt hem al aankomen. We gaan dit blijven herhalen. En daarom zal ik de video even wat sneller afspelen voor jullie, zodat je dit niet allemaal moet blijven bekijken de hele tijd. Oké, ik heb de streepjes allemaal af. Die groepeer ik eventjes in één groep. En vervolgens plaats ik ze terug naar het girafje. Om te kijken hoe het er nu allemaal uitziet. En ik heb een beetje moeite met in- en uitzoomen. Vandaar dat ik een beetje heen en weer aan het schieten ben. En ik had per ongeluk bij deze groep de achtergrond van de originele kaart erbij ingekopieerd. Dus daarom was ik even aan het prutsen hier met het scherm. Maar als we dan het girafje in beeld hebben, dan zien we hier de streepjes hoe ze erop komen te staan. En ik ben wel heel tevreden over hoe het uitziet. Het is lekker scherp, duidelijke randjes, ook goed te snijden. Het is wel een hoop snijwerk en er zullen wat uitvallen. En dan zie ik hier dat de oortjes nog moet doen met streepjes natuurlijk en ook de voetjes. En we gaan zo meteen eerst even op de voetjes focussen om die als eerste te gaan traceren. Dus wat ik ga doen is opnieuw de origineel pakken, opnieuw weer een tracering maken. Ja, we doen het echt 10 keer, want in die kleuren tracering had ik niet duidelijk die gele stipjes staan. En wat ik nu aan het proberen ben, is om in deze tracering hier die stipjes in zijn voetjes goed duidelijk te krijgen. En ik zit hier te kijken naar het origineel en ik kijk naar de tracering van ja, wat heb ik nou en hoe kan ik nou zorgen dat ik die stipjes in zijn voetjes het beste kan krijgen. Dus ik ben hier aan het spelen met die settings, totdat ik eigenlijk denk dat ik ze heb. En ik moet zeggen,
Ik gebruik nu deze tracering. Als we hierop inzoomen, dan heb ik heel goed de stipjes hier staan. Ze zijn nog niet allemaal goed zichtbaar, maar dat maakt ook niet zoveel uit, want we gaan gewoon die stipjes zo meteen één voor één maken. Ik zoek eerst een stipje uit die mij het beste eruit ziet. Een stipje waarvan ik zeg, nou, die wil ik gebruiken om elke keer opnieuw te gaan herbruiken. Dus ik zit even te kijken, ik zoom even uit en in welke het beste is en ik vind deze het beste. En eigenlijk wat we net hebben gedaan met die streepjes op de buik, doe ik nu opnieuw met streepjes voor de voetjes. Ik gebruik dus één en hetzelfde streepje elke keer opnieuw om vervolgens de streepjes van zijn voetjes te gaan maken. Omdat deze dus niet zo heel rechthoekig zijn, gebruik ik een origineel streepje zoals die in het design zit. Maar je zou in theorie zelfs ook hier het rechthoekige vierkantje of rechthoekig figuurtje voor kunnen gebruiken. Ik gebruik deze, maar nou ja, het kan natuurlijk ook gewoon een rechthoekje zijn. Het is maar net wat je zelf mooier vindt. Ik vond deze eigenlijk het mooiste eruit zien, dus ik gebruik deze nu inderdaad om te doen. En net als met de streepjes, is ik plaats ze gewoon zodat ik, ja, zodat ik happy ben met waar ze staan. Ik draai ze, ik verander ze. Ik maak ze niet groter of kleiner. Ik verander ze alleen qua waar ze staan en hoe ze gedraaid zijn. Dus ik ben de hele tijd aan het switchen tussen het draaien en verplaatsen van het stipje. Zodat ik tevreden ben. Die draait heel enthousiast ergens mee. Oh, en dan moet je wel het stipje draaien. Zo, en dan heb ik alle stipjes gedraaid. En wat we gaan doen is ze dan net als met streepjes allemaal selecteren. Rechtermuisknop groeperen. En dan ben ik met die klaar. Vervolgens gaan we dit herhalen voor alle voetjes. Dus ik ga de camera of de video weer even wat sneller afspelen. Zodat je niet hoeft te zien hoe ik dit voor al die stipjes doe. Maar dat je wel een idee hebt van hoe ik ermee bezig ben. Oké, en dan gaan we vervolgens nog de oortjes doen. Ook hier is het weer een rechthoekje. Het is een iets kleiner rechthoekje als het buikje. Dus ik teken opnieuw het rechthoekje. Zodat ik precies het juiste rechthoekje heb als het oortje. En nou ja, eigenlijk doe ik hetzelfde weer als net. Ik doe Ctrl-C, Ctrl-V en ik doe het een paar keer achter elkaar zodat ik wat streepjes heb staan. Op het moment dat ik happy ben met een streepje die gedraaid is, dan doe ik het weer opnieuw. Ctrl-C, Ctrl-V. En zo ben ik de hele tijd aan het kopiëren van de streepjes en het plakken en plaatsen van de streepjes. Nogmaals, ik verdraai alleen de streepjes. Ik maak ze niet groter of kleiner. Dan dat hoeft ook niet, want dat is in het origineel ook niet zo. Dus ook dit stukje ga ik weer versneld afspelen. Als ik dus klaar ben, doe ik net als met de gele stipjes, net als de buik, ze één voor één selecteren. De rechtermuisknop groep van maken. En met het pipetje kies ik de kleur van van de streepjes zelf, zodat het uiteindelijk dezelfde kleur gaat worden.
Bij de ster doe ik nog wat extra's. Op de hoekjes maak ik twee streepjes die ik overlap. En die overlapping die selecteer allebei de streepjes en doe padenvereniging. Waardoor er een soort hoekje ontstaat die je ook echt in de kaart ziet. Zodat het een mooi scherpe hoek is. Als ik daarmee klaar ben, selecteer ik elke streepje weer apart. En vervolgens groepeer ik deze en plaats ik die op het girafje. En als ik dat heb gedaan, ga ik me focussen op het naveltje wat hij heeft. Nou, het naveltje gebruik ik nog uit die zwarte tracering die we net hebben gebruikt om de voetjes mee te maken. Die vlakken kan ik er niet uithalen, maar de ster dus wel. Dus de ster, die geef ik even een kleurtje door hem te vullen met een mooi kleurtje. Maakt niet uit welke kleur ik gebruik. Ik gebruik volgens mij iets van gifgroen of zo. En vervolgens kan ik die oppakken en naar het girafje doen. Want ja, meer is het eigenlijk ook niet, het naveltje. Het is gewoon een sterretje bovenop de buik. Het is een van de laatste dingen die we moeten gaan traceren. Het enige wat er nog overheen moet is een zwart streepje. Hetzelfde zwart als waarvan het girafje eigenlijk zelf gemaakt is. Dus die kan ik oppakken. Die zet ik op zijn buikje, ongeveer waar die moet komen. Maakt niet zo heel veel uit waar die precies komt, maar als hij maar in de buurt zit. En vervolgens maak ik hetzelfde kleurtje als zo'n horntje, zoals het hoort. En wat ik doe is, ik plaats dus een vierkantje of een klein rechthoekje over zijn sterretje heen. Dus ik ga weer terug naar mijn girafje. Ik zoom in, dus hier moet een streepje komen. Pak het vierkantje. Trek er een vierkantje overheen. Dat rechthoekje heeft dezelfde kleur als zijn basiskleur, zeg maar. Dus die pak ik op en ik geef hem die kleur. En vervolgens is ook zijn naveltje gereed voor gebruik om te gaan snijden. Oké, wat ik me nu besef is dat de naam die hier staat aan de rechterkant eigenlijk best wel goed te gebruiken is. En waarom zou ik moeilijk een U gaan aanpassen als in deze tracering de naam Jurre heel duidelijk zichtbaar is. Dus wat ik me heb bedacht is, ik ga die eruit halen door alle puntjes die ik niet nodig heb te verwijderen. En dat is even zwaar voor de computer, maar uiteindelijk werkt het wel beter. Dus ik verwijder alle puntjes om de tekst heen. En dan hou ik als laatste de tekst gewoon over. En doordat ik de tekst overhaal, kan ik die er mooi naast plaatsen. Zodat ik het niet opnieuw het wiel moet uitvinden om een tekst aan te gaan passen of dergelijke. Ik heb gewoon in één keer een tekst gereed. Ik geef hem even dezelfde kleur als de kaart. En ik ben daarmee klaar. Tweede wat we nog moeten doen is de voetjes. Ik zie hier nu opeens dat de voetjes een andere kleur hebben als dat de kaart zelf was. Dus ik ben aan het proberen met mijn tracering om die voetjes en de neusgaatjes die ik nu als eerste doe, even te pakken. En in deze tracering kan ik goed de neusgaatjes eruit halen. Dus ik maak de neusgaatjes hier eventjes wat scherper, zodat er een mooiere rand in zit. Vul ze vervolgens met een mooi kleurtje. Groepeer ze en verplaats ze naar mijn girafje waar die uiteindelijk moet komen. Dan zie ik dat ze een verkeerde kleurtje hebben, dus ik pas hier nog heel even het kleurtje aan. Vervolgens heb ik die bovenste tracering niet meer nodig, maar gaan we opnieuw kijken naar hoe we de voetjes kunnen traceren. En bij het traceren van de voetjes heb ik een poosje te spelen, maar ik krijg hem niet netjes zodat ik hem mooi kan vullen. Dus eigenlijk is dit de beste tracering die je kan doen, waardoor je al die spikkeltjes ziet staan. En ja, dat vullen heeft natuurlijk niet zoveel zin. Dus wat ik gewoon doe is hier een eclipse overheen tekenen. Ik teken gewoon een volle vlak zoals die daar staat. Door de eclipse of het cirkel te manipuleren zodat die helemaal eroverheen komt te staan. En het enige wat ik doe is inderdaad de grootte en de breedte en dergelijke gewoon aanpassen zodat ik happy ben. En wat we daarna nog moeten doen is die hap uit het voetje wat geel wordt. Of nee, wat een andere kleur bruin wordt. Ik weet even niet meer welke kleur. Die moeten we zo meteen nog uithalen. Dus ik heb hier de eclipse staan zoals ik hem, zoals ik tevreden ben. Vervolgens plaats ik hem even naar achteren, zodat het zwart naar voren komt. Dat doe ik door object en dan naar achteren plaatsen.
Dan zien we hier dat hapje wat eruit moet. En ik plaats opnieuw een cirkel met een gekke kleur op mijn mat, zodat ik die weer kan plaatsen over het stuk wat weg moet. Dus ik manipuleer weer de cirkel totdat ik happy ben met waar die moet komen. Ik draai hem en maak hem kleiner en groter. En als ik daarmee klaar ben, haal ik de rode cirkel van de bruine cirkel af. Door ze allebei te selecteren en dan te gaan naar paden en dan verschil. Dus ik ben hier blij met hoe het eruit ziet. Ik selecteer allebei de cirkanten, druk op paden, verschil. Ik weet niet wat ik hier moet zitten prutsen, maar paden, verschil. Hop, 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 hop. En vervolgens heb ik hier het voetje. Toen dacht ik, nou weet je, dat andere voetje ziet er wel heel hetzelfde uit. Dus wat nou als ik die laag kopieer en ik plak. En ik spiegel hem eventjes, zodat hij op het andere voetje komt. En dan blijkt dat die voetjes bijna gelijk zijn aan elkaar. Dus dat ik niet een wiel opnieuw hoef uit te vinden, maar dat ik gewoon kan gebruiken wat ik heb. Ik draai hem een klein beetje, want hij is toch wel ietsje gedraaid. Maar ik ben vrij snel tevreden over hoe dat eruit ziet. Ik groepeer ze even bij elkaar. Die groeperen. En ik plaats ze vervolgens eroverheen. En vervolgens heb ik dus de voetjes gereed. Dan moet ik nog zijn voorpootjes ook doen. Want die moeten natuurlijk ook gevuld worden. En eigenlijk doe ik die op precies dezelfde manier. Ik ben hier nog even aan het spelen met de volgorde. Want ja, de bruin moet eigenlijk iets naar achteren. En het geel van de stipjes van zijn voet moeten weer omhoog komen. Dus dat doe ik nu ook. Die plaats ik boven het bruin. Ik ben altijd een beetje kwijt welke instellingen ik moet hebben. Die moet ik hebben en dan bovenaan moet je hebben. Zo ja. Zo staan ze netjes bovenaan. En vervolgens kunnen we nog zijn voorpootjes doen. Wat ik al zei, doe ik precies hetzelfde als wat ik al deed. Is ik zoom in op zijn voetjes. Ik maak een bolletje die ik precies over zijn voetje heen plaats waar die moet komen. Vervolgens plaats ik hem even naar achteren zodat ik het stukje zie wat weggehaald moet worden. Oh, ik bedenk me dat ik meteen een kopie kan maken zodat ik ze in één keer klaar ben. Maar ik gooi hem zo meteen ook weer weg, want ik bedenk me dat ik dat eerst een hap eruit moet halen. Zo, en vervolgens kan ik het andere halve maandje er ook op zetten. Wat stukjes wat weer eruit gesneden moet worden. Dus even puzzelen. Zo. En vervolgens kies ik weer voor paden verschil. Door ze allebei te selecteren, allebei de paden. Wat niet lukt omdat het zwart in de weg zit. Dus wat ik doe is het zwart even naar de achtergrond gooien. Vervolgens kan ik ze allebei selecteren. Druk op pad en dan verschil. En dan bedenk ik van ja, ik kan beter die gewoon verwijderen en die kopiëren. Een stuk makkelijker. En vervolgens heb ik twee voetjes klaar. Groepeer ik ze. Plaats ik ze naar mijn girafje. En dan zien we dat zijn girafje ook zijn pootjes hier goed heeft staan. En vervolgens dacht ik van nou, dan ga ik nog wat puntjes op de i zetten, want we zijn eigenlijk helemaal klaar. We hebben alles getraceerd en daarom ben ik deze punten nog even recht aan het zetten, zodat ze mooi overlappen met de buitenste lijn. En met dat ik hiermee bezig was en ook kijk naar die blauwe tandjes, zeg maar, dan bedenk ik me eigenlijk dat dit niet helemaal is zoals ik het wil. Als we naar de originele kaart zouden kijken, dan zie je ook dat het donker of lichtbruine, waar ik nu mee bezig ben om te manipuleren, eigenlijk gewoon vlakken zijn waar het blauwe weer op ligt. En wat we nu hebben is namelijk een soort tandwieltjes effect waarin de bruin omhoog komt waar het blauw niet zit. En het werkt, het kan, je kan dit ook gewoon gaan snijden, maar ik bedacht me eigenlijk van ja, dit is een kaartje voor iemand anders, ik wil dit heel mooi hebben. Dus ik kan deze punten allemaal manipuleren zoals ik nu hier bezig ben. En toen bedacht ik me eigenlijk van nee, ik moet dit anders doen. Ik ga hetzelfde doen als met de vlakken die we net hebben gehad. Ik gebruik opnieuw een tracering. En ik ga deze vlakken gewoon hetzelfde
overtrekken eigenlijk als dat ik met de voetjes heb gedaan. Ik verwijder eerst nog even de overbodige punten, zodat mijn systeem er even iets makkelijker mee overweg kan gaan. Zoveel punten is best wel veel en zwaar voor de PC, dus vandaar dat ik die even een beetje verwijder. En vervolgens ga ik eigenlijk hetzelfde te werk als dat ik te werk ben gegaan met zijn voetjes. Is ik plaats gewoon een cirkel over het design heen. Ik zit hier te prutsen met een instelling die niet goed staat. Dus ik maak gewoon een cirkel. En vervolgens ga ik die cirkel gewoon manipuleren totdat die net zo mooi staat als dat we zouden willen. Dus ik ben een beetje aan het spelen met de settings hier. En hiermee krijg ik zo het scherpste, het strakste design als wat je hebt. En je zult zo meteen ook zien als ik klaar ben met dit, hoe het verschil uitmaakt met het huidige design wat ik nu had en wat ik zo meteen heb als ik dit klaar heb. Het is een kwestie van spelen met de cirkel totdat je happy bent met het object. Dus speel met de punttool, manipuleer hem heen en weer links en rechts. En pak een punt op en verplaats die naar waar je hem wil hebben. Of voeg er eentje toe door dubbel te klikken en vervolgens komt er een extra puntje bij. En zo speel je met de vlakken totdat je helemaal happy bent met het design. Dit was het eerste vlak die ik klaar heb. En vervolgens gaan we naar de volgende vlak en doe ik het hele riedeltje nog een keertje. En ik zal de video even wat versneld afspelen, want hier ben ik wel eventjes mee bezig. Maar je hebt in ieder geval een idee waar ik dan mee bezig ben. Nou, als laatste ben ik hier dus nog even de vlakken aan het corrigeren, zodat ze het mooiste ook in mijn huidige design passen. Dus een beetje slepen, een beetje spelen. En vervolgens ben ik happy met de vlakken. Maar wat we moeten doen is uit die vlakken nog zijn armpjes en zijn beentjes halen. Want die moeten er natuurlijk wel uitgesneden worden. Want die komen erachter te liggen. Dus wat ik doe hier is ik geef de lijn van het design even een heftig kleurtje. En vervolgens plaats ik de vlakken eroverheen, zodat ik ze van elkaar af ga halen. Maar terwijl ik daarmee bezig was, had ik door dat dat niet helemaal werkt op deze manier. Dus wat ik even doe, is ik pak hier alles op. En ik trek het even naar de zijkant toe. Dus ik pak dit even op en ik zet het even daar neer. Want je kan geen vlakken van elkaar afhalen als het een groep is. Dus ik moest hem eerst degroeperen. Vervolgens maak ik drie keer een kopie van de lijn. Dus ik kopieer de lijn drie keer, want ik heb drie vlakken en ik moet drie keer het vlak ervan afhalen. Dus ik heb de lijn drie keer nodig. En hier zit ik te prutsen met waarom die hem nou niet goed eraf haalt. Nou, dat komt dus omdat mijn vlakje nog in een groep zat. Dus door de groep op te delen, kan ik het vlakje selecteren, de lijn selecteren en ik kies voor verschil. En dat doe ik zo voor alle vlakken. Ik trek ze elke keer opzij om te kijken of het goed is gegaan. En uiteindelijk hou ik dan vervolgens dit over. Het onderste linker vlak kan een klein beetje weggehaald worden, want er zitten wat overbodige delen in. En vervolgens kan ik dit weer terug puzzelen op het girafje. En dit is even priegelen, want ja, je wil hem zo mooi mogelijk hebben. En dan heb ik hem nog even de juiste kleur gegeven. En wat ik nu doe is elk stapje bekijken wat ik heb gemaakt. En of het correct is met de afbeelding zoals ik hem wilde hebben. En ik ben redelijk tevreden. Wat ik daarna nog doe is alle stukken elke keer oppakken. En kijken of de juiste groepen zijn. En of ik alles in de juiste groep heb zitten. Dus de oortjes, de blauw, de groen, de blauw-groen streepjes. En toen druk ik de laatste opzij en toen besefte ik van, hey, daar staat nog iets achter wat niet erachter hoort te staan.
Dus wat ik even doe, is ik plaats dit even aan de kant, zodat ik de vlakken zoals we die als allereerste hadden gemaakt, vervolgens kunnen verwijderen. Die niet, die wel en die ook. Het was een beetje een zonde van de tijd natuurlijk dat we dat allemaal hebben gedaan. Maar ja, uiteindelijk is dit wel een mooiere oplossing als de allereerste oplossing die ik heb gedaan door de kleurenmetingen te doen. Dus ik puzzel deze nog een beetje op zijn plaats. Vervolgens controleer ik nog een keertje of alles gegroepeerd is wat gegroepeerd zou moeten zijn. En vervolgens zet ik de volgorde nog even correct, zodat dat wat bovenaan moet komen ook echt werkelijk bovenaan staat. En vervolgens schoon ik mijn design nog even op. Dus ik heb de onderste laag, de gele laag, de lichtbruine laag, een donkerbruine laag, blauwe streepjes, zijn oortjes, zijn naveltje, een streepje van een navel, zijn naveltje nog een keertje, zijn neusgaatjes, zijn oortjes en ja, ik zit daar met een streepje van zijn navel nog te prutsen. Dus ik plaats alles weer terug zoals het stond, want dat was allemaal in orde. Vervolgens haal ik de basiskaart weg. Ik haal al mijn traceringen weg. En ik plaats hem vervolgens nog even in mijn map, zodat we daar klaar zijn. We zijn nu gereed om naar Canvas te gaan. Dus we openen Canvas erbij. En vervolgens kies ik nog even op de achtergrond in Inkscape om mijn bestand natuurlijk op te slaan. Ik kies voor bestand, opslaan als, kies voor gewone SVG, geef hem mijn naam. En vervolgens kan ik hem gaan gebruiken. In Canvas kies ik aan de linkerkant voor de SVG-knop en ik haal mijn bestandje op, zodat ik hem kan gebruiken. Hij heeft hem heel klein gemaakt, maar ja, je moet hem gewoon even groter trekken. Ik zie dat er een klein stukje weggevallen is, maar uiteindelijk heb ik hem wel helemaal zoals hij moet. Wat ik nog even doe, is de achtergrondlijn uitzetten. Dus ik selecteerde hem helemaal en toen zag je dat ik de lijnkleur zwart uitzet. Dat wil je ook doen, want anders ziet het er een beetje raar uit. En ja, jammer genoeg neemt Inkscape niet de groepen mee zoals je die hebt gemaakt in Inkscape. Dus wat je moet doen in Canvas om hem ook ja, goed aan te leveren aan de persoon die uiteindelijk gaat snijden, is al die groepen opnieuw maken. En ik ben even aan het prutsen geweest hier van hoe krijg ik nou voor elkaar om zoveel mogelijk in één keer te selecteren zonder dat je elke keer opnieuw alles moet selecteren. Want al die blauwe streepjes was natuurlijk best wel veel werk om dat allemaal te gaan selecteren. Dus ik besefte me op een gegeven moment, hey, ik kan natuurlijk in de rechte navigatie kiezen om die stapel papiertjes, om daar de groepen te maken. En wat ik dan kan doen is al die streepjes gewoon in één keer selecteren en er een groep van maken. Ik dacht echt zoiets van, waarom dat ik dat nou niet meteen had gedaan? Want ik liep een poosje te prutsen ermee. Dus wat ik nu doe inderdaad is alles in de rechte navigatie, onder stapeltjes papier, groeperen zodat alles correct staat. En ik ben daar een beetje mee aan het schuiven, zodat alles in de juiste groepen komen te staan. En dit scheelde wel heel veel werk. Dus ik adviseer je, als je in Canvas nog groepen moet maken, gebruik die rechter navigatie om ja, al die groepen te corrigeren en recht te zetten. En zorgen dat alles erin staat zoals je het zou willen hebben. Ten eerste levert dat een mooie schone snijfile op. En ten tweede, ja, dat is uiteindelijk wat je wil doen. Ik heb hier alle groepen staan en het enige wat ik nou nog moet doen is de tekst van de baby toevoegen. Dus ik maak alle groepen even, bekijk ik even of alles er netjes in staat zoals ik het zou willen hebben. Het zou leuk zijn geweest als je de groep ook een naam had kunnen geven, maar helaas kan dat weer niet. Dus ik loop ze nog even hier allemaal door. Dit ziet er allemaal helemaal goed uit. Deze groep ook. En die ook, dat zijn twee groepen en er zitten maar die streepjes weer in, dat is van zijn oortjes. De horentjes. Ik heb hier eentje die nog in een goede groep moet. Zo. Als allerlaatste kies ik voor de tekst en typ ik wat informatie van de baby. Ik heb willekeurige informatie even gebruikt, zodat je in ieder geval weet hoe het werkt. Bovenaan selecteer ik hier in de lijst de tekst die wij net hebben geïnstalleerd als allereerste. En vervolgens kunnen we die ook de juiste kleur nog geven. Ik kopieer de kleur van de tekst hier. Die kleur willen we hebben. Die kleur moet daar komen. Wat even niet werkt, dat werkt alleen als je hem eerst een kleur geeft en dan plakt. Dan heb je ook nog de tekst van de baby erin staan zoals je hem zou willen hebben. Nou, nu is de snijfvel klaar en kun je hem opslaan als een CWPR bestand of een VCM bestand, zodat deze gesneden kan worden.
Ik hoop dat het een nuttig filmpje was. Ik weet dat het een ontzettend lang filmpje was. Ik weet dat er heel veel informatie wordt genoemd in dit filmpje. En het soms misschien wat snel gaat. Maar ja, ik moest het gaan snijden en knippen. Want ik had uiteindelijk 5 uur aan materiaal. En ik heb mijn best gedaan om maar binnen een uur alles uit te kunnen leggen. Mochten er vragen zijn over de video, laat dan altijd een berichtje achter. Ik hoop natuurlijk dat het een informatief filmpje was. Mochten jullie dit nog een keertje willen zien, geef dan even een reactie erop. Altijd duimpjes omhoog weer en leuk dat je blijft kijken naar mijn filmpjes. En weer tot gauw. Doei doei!